Beste luisteraars, we gaan verder met het programma. Dit is het programma Wist U Dat? En we nodigen uit in Paramaribo, vanuit Paramaribo moet ik zeggen, Ludwig van Mulier. Ludwig, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. En alle luisteraars van Radio Tamara, ik groet u vanuit Suriname. En ik zeg odi odi tegen iedereen wereldwijd die nu naar Radio Tamara luistert. We stellen het op prijs dat u via ons radiostation op de hoogte wil blijven van de actualiteit in ons geliefd Suriname. Ik ga deze keer direct van start en ik duik als een speer in de binnenlandse politiek van de Verenigde Staten. Want het is wereldwijd zeer spannend, omdat die verkiezingen voor de hele wereld een betekenis hebben. En ik kan u niet veel meer vertellen dan de Amerikaanse media zelf, want de Amerikanen hebben de meest progressieve, agressieve media in de hele wereld, van rechts naar links in de politiek. Het was ook zo toen ik de verkiezingen aan het volgen was in de Verenigde Staten tussen Kamala Harris en Donald Trump. Is het zo, want je hebt natuurlijk heel veel te vertellen. Er gebeurt van alles. Wat me opviel is dat wanneer je naar Fox luistert, dat is een rechtse zender, dan hoor je alleen maar voordelige nieuwtjes over Trump. Dus te maken van het nieuws direct een soort propaganda voor meneer Trump. En dan heet het dat het een poll is, hè. Het is een peiling. Bij een peiling mag je van alles zeggen. Het hoeft niet waar te zijn. Maar dat geldt ook voor CNN. En zo gaat het nieuws de hele wereld over, langs vertekende kanalen. Dus ik vraag me af of je kunt zeggen dat het objectief is allemaal. Je moet een beetje voorkennis hebben van die Amerikaanse politiek om uit die zogenaamde nieuwsfeiten de waarheid te destilleren. Maar goed, ik ga direct van start. Het is vandaag woensdag 5 november, een belangrijke dag voor de Verenigde Staten, dus de verkiezingen. En het is week 45 van het jaar 2024. Ja. En deze week, 45, gaat tot en met 10 november, tot en met zondag, hè? Dan kan je spreken van week 45. En deze editie, het volgnummer van de programma's die ik maak voor Radio Tamara, is nummer 75. Nummer 75. En ik moet u zeggen, ik heb weinig geslapen. Ik ben constant aan de radio geweest en op de computer volg ik het gebeuren in de Verenigde Staten. En daar geef ik een kleine update van. Want volgens de nieuwsberichten is het nog steeds een nek-en-nek situatie in de Verenigde Staten. Maar staat in een aantal swing states Trump op voorsprong. Ik heb hier in Suriname nog niet einduitslagen. Dus ik waag me daarover niks te zeggen. Omdat ik ook weet uit eerdere verkiezingen dat op het laatste moment, volgens het Amerikaanse kiessysteem, kunnen staten overgaan naar de tegenpartij. Ja, dat is in een aantal gevallen gebeurd. Waarbij, dat is ook een van de redenen waarom Trump bij vorige verkiezingen direct de verdachte kaart heeft getrokken. En gezegd dat er sprake is van corruptie. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het kiessysteem in Amerika is ingewikkeld. En wordt op verschillende niveaus en in verschillende regio's gewogen. Dus je hebt allerlei regels. En je hebt ook een historische peilstok van hoe het in bepaalde staten toegaat. U weet, je moet dan. En wanneer je het over die verkiezingen hebt. Heb je het over de kiesmannen weer. En dat is weer een andere telling. Dus je moet weten hoe dat systeem in elkaar zit. Om te weten hoe de balans
te lichten. Want zelfs de Amerikaanse deskundigen, ik volg professoren en andere polldeskundigen van gerenommeerde bureaus. En ja, ze weten het allemaal niet. Maar wat ik wel leuk vind, is dat je ziet hoe men met de statistiek kan goochelen. Want wanneer men percentages noemt en je schrikt van bepaalde percentages, dan hoor je een toevoeging dat het gaat om een peiling. Hè? Daarmee verontschuldigt men zich altijd dat men noemt allerlei percentages van zoveel procent stemt op Kamala in zo'n regio en in zo'n staat en zoveel procent op Trump. En dan denk je dat dat de werkelijke verhoudingen zijn, maar het zijn de peilingen. En wanneer je het doorvraagt, dan blijkt het dat het de mening van mensen is over die peilingen. Dus dat, je komt nooit tot die harde kern van de waarheid, want het is allemaal geschat en kansberekeningen en foutenmarges. Je moet een beetje verstand hebben van statistiek om het allemaal te begrijpen. Maar de meeste mensen die raken zo zenuwachtig en in de war, dat ze zeggen, weet je wat, ik ga lekker slapen en te ook materie, dat is dat hij niet. En ik voeg me bij deze categorie die eigenlijk geen hoofdpijn wil krijgen van het heen en weer gesjoemel om een oordeel te vellen over wie aan de winnende hand is in de Verenigde Staten. Goed, dus dan heb ik even ook aangegeven het zorgpunt. En dat blijft een zorgpunt, namelijk wanneer we straks een zogenaamde einduitslag hebben, dan gaat u zien, die stortvloed van argumenten om die einduitslag te erkennen van beide partijen. En het is een trend in de wereld tegenwoordig. Wanneer er een einduitslag bekend is, dan gaat de verliezende partij of degene die teleurgesteld is, die gaat natuurlijk allerlei vraagtekens plaatsen bij bepaalde kiesuitslagen. Maar goed, nou weet u dat. Schrik niet. Maar ja, het blijft spannend. Het wordt Kamala Harris of het wordt Donald Trump. En volgens de laatste berichten in Amerika staat Trump op een licht voordeel. Dus zeggen de officiële bureaus dat die uitslag helpt in de richting van de overwinning van Trump. Maar ik lees een heleboel berichten uit Verenigde Staten die zeggen van luister, die democraten die blijven tot het laatst nog hoop koesteren dat volgens het systeem in Amerika een aantal staten nog kunnen swingen naar de tegenpartij. En omdat het een nek aan nek race is, kan dan de eindoverwinning ook omslaan. In het tegendeel. Maar goed, dat was het, de Amerikaanse verkiezingen. Laten we voor de hele wereld hopen. Ik volgde de Nederlandse televisie en dan was Jaap de Hoop Scheffer. Die gaf een hele korte en bondige uiteenzetting over consequenties. Wanneer Trump de verkiezingen zou winnen. Wat dat voor Europa zou kunnen betekenen. En zo heb je dus allerlei speculaties. En ik heb uitzendingen gezien waarin men een hypothese plaatst van wanneer Kamala Harris de verkiezingen heeft gewonnen, wat er dan gaat veranderen in de Amerikaanse buitenlandse politiek onder andere. Daar maakt men zich zorgen ook over. Maar ik zou zeggen, dat is internationale politiek. Je moet er kennis van hebben. Want wat me wel is opgevallen, is dat er ook dwars door alles heen een soort complotdenken een rol speelt. En de jongeren in de Verenigde Staten, en misschien is dat die verrassing hoor, dat als we straks een einduitslag hebben, dan doet men er goed aan om het aandeel van die jongeren daarin te gaan bestuderen. Omdat het is me opgevallen in Suriname ook, dat de goed gestudeerde jongeren die op de hoogte zijn van de wereldpolitiek, die denken een avant-garde standpunt te moeten innemen. En die volgen de technologische renovaties of innovaties in de wereld volgen ze. En dan hebben ze een groot hart voor Elon Musk, die op het laatst ook Trump is gaan ondersteunen. Dus, en daarmee ook alle
complottheorieën die te vinden zijn in de aanhang van Trump. En ik heb een aantal reportages gevolgd waarin Trump zijn bewondering voor Elon Musk uit. En het gaat er gewoon om dat Trump gaat ervan uit, zegt hij, dat het heelal is verbonden met de hele wereld. Iedereen heeft te maken met die atmosfeer en die stratosfeer. En dan gaan ze ervan uit dat diegenen die daarin, in de technologie en de wetenschap, de leiding hebben, die kunnen bepalend zijn voor de wereld. Dat is het algemene uitgangspunt. En daarom probeerde Trump langs die weg te rechtvaardigen waarom hij die Elon Musk zo'n geweldige man vindt. En dat die hem endorst, vindt hij ook fijn. Dus je moet je zeggen, hoe zeggen ze, oude jongens met een krentenkoek, die zijn blij met elkaar. Maar dat is nou precies die tegenstelling in de Amerikaanse politiek. Als er een wisseling van de wacht komt, en dus de Republikeinen aan de macht komen in de wereld, wat zal dat betekenen voor die wereldverhoudingen? En als de Democraten aan de macht blijven, betekent dat dan per definitie dat de gevestigde oude verhoudingen verstart zullen blijven? Ik denk het niet. Ik denk dat wie ook wint, zal moeten dealen met veranderingen in de wereldpolitiek. En daarom gaf ik het voorbeeld van dat de nieuwe technologieën en vooral de hybride auto's die de markt hebben bepaald, en met name de Chinezen die de voorsprong hebben genomen op Europa en Amerika op het gebied van die technologieën. Je hebt ook op het gebied van zonne-energie hebben die Aziatische landen en met name China en Vietnam een grote sprong voorwaarts gemaakt. En dat verandert ook de verhoudingen in de wereldpolitiek. En daar horen ook die oorlogen bij. Dus ik ga hier geen koffiedik kijken. Maar ik zou zeggen, de mensen die geïnteresseerd zijn, volg de ontwikkelingen. Het wordt spannend in de toekomst. En ik ga dan direct over tot de orde van de nieuwsfeiten. Ik had het al over die Amerikaanse verkiezingen gehad. En dan stap ik direct over naar de Surinaamse verkiezingen. Want ook in Suriname is alles wat de klok slaat, zijn dat de verkiezingen. Ik moet dan, weet u, ik moet een beetje lachen in mezelf. Op het moment dat ik die Surinaamse realiteit aankondig, dan leek het bijna alsof ik van een berg met mijn bromfiets naar beneden ben aan het rijden om de realiteit in Suriname te achterhalen. Zo laag bevinden wij ons ten opzichte van de wereldpolitiek. Dus ik moet een paar tandwielen naar beneden. Dan moet ik het gaan hebben over Bronto. Bronto Somharjo. Brunswijk, de rebellenleider. In die sfeer zitten we nog steeds in Suriname. Satoki, de leugenaar. Hij liet alles bij elkaar. Ik ga een voorbeeld geven. Je houdt het niet voor mogelijk, man. En weet u, en de teleurstelling, want dat heeft me in het laatste programma heb ik u gezegd dat ik aan het filosoferen ben over het hoe en waarom, van hoe het kan dat, om een voorbeeld te geven, gestudeerde Hindoestaanse intellectuelen, dan zie je dat ze goed denken, er wordt goed gedacht, maar ze blijven gevangen in de netten van het etnische denken. Dus op de achtergrond houden ze gewoon rekening met hun etniciteit. En dat is een hinderlijk ding. Het is net als corruptie. Als iemand corrupt is, dan kan hij gewoon ook goed tellen. Je kan corrupt zijn en goed rekenen. Dus 1 en 1 is 2, dat doe je perfect. Maar je bent tevens ook corrupt. Dan krijg je een gladde situatie, een glibberige situatie, waarbij je dus bij alle conclusies die er daarop volgen, vraagtekens kunt zetten, want die persoon in kwestie die je wantrouwt, kan met dubbele agenda's werken, toch? En dat is het vervelende van wat er zich voltrekt in Suriname. We zijn, en koppel ik terug naar vorige uitzending, want ik hoef niet te herhalen, maar ik ga refereren aan wat ik eerder heb gezegd. En dat betekent dat wij
door het Nederlands kolonialisme op zo'n laag pitje zijn gehouden en gebleven in Suriname, dat al die primitieve dingen nog een rol spelen in Suriname. Zoals ongeletterdheid, vroeger noemden we het analfabetisme. Dus dat leg ik u net uit. Je hoort bijna mensen niet daarover spreken. Want bijna iedereen is alfabeet. Maar je kan laag geletterd zijn. Dus Ileri, maar al grondappen was zo varen vooruit. Dat ik toch wie is Ileri in een snapsaipsa. Dan kan je laag geletterd zijn. En daarom spreek ik met tegenwoordig van laag geletterdheid. Dat if Inokizi nog een score, dan volg je niet meer wat er gebeurt in de aarde. En dan weet je niet wanneer men over hybride auto's praat en over zonne-energie. Dan kan je het niet meer volgen. En zeker wanneer een milieuvraagstuk aan de orde zijn die afhankelijk zijn van andere delen van de wetenschap. Hè? Dus die zijn, men noemt het een interdependentie. Ze zijn onderling afhankelijk van andere wetenschapsgebieden. Dus dat is die wereld. Die wetenschappelijke onderscheidingen van vroeger, die hebben raakvlakken gekregen en overlappingen. En dat moet je allemaal goed kunnen volgen. Want anders praten we langs elkaar heen. Ja, en dan ga ik naar de Surinaamse werkelijkheid, naar deze algemene opmerkingen. We hebben moeten aanschouwen dat in het Surinaams parlement er voor de zoveelste keer min of meer geweld en geweldsdreiging gebruikt is om parlementariërs uit de zaal te krijgen. En dan weet u, en dan komen allerlei predikanten, die komen naar voren. Iedereen komt wijzen en vertellen hoe het hoort. Surinamers weten precies hoe het hoort, hoor. Zodra er iets mis is, dan komt hij uitleggen. Ja, maar luister, die man had dat niet kunnen doen. Want een fatsoenlijke man, een fatsoenlijk mens, moet netjes praten. Je moet blijven zitten op je stoel. En ze hebben gezien hoe de Europeanen het doen. En dan vinden ze dat Surinamers ook zo moeten doen. Terwijl wanneer wij discussiëren, dan gesticuleren we. We staan op, we schuiven even met die stoel om een gebaar te maken. Maar in Europa, ik heb gezien hoe het is veranderd ook in het Engelse parlement. Is steeds meer ruimte gekomen voor reactie. Want vroeger mocht het niet, hè. Je mag geen applaus geven in het parlement als iemand iets zegt. Of boer roepen of zo. Het is geen voetbalwedstrijd. Maar steeds meer zie je dat het wordt toegestaan. In het hele deftige Engelse parlement begint men op de lessenaar, zoals ik het nou ga doen, wordt het dan zo door al die politici geklopt op hun lessenaar. En dan zijn het net jongetjes van de klas en meisjes van de klas die een beetje te kennen willen geven dat ze met iets eens of oneens zijn. Dat is sneller dan woordgebruik. Hè? Dat verbaal je uiten, kan sneller door een gebaar te maken en een geluidje. En dat soort ontwikkelingen, je ziet dat in Suriname, in die discussie over het parlementair gedrag. Parlementair heeft een bijbetekenis, heeft een connotatie. Het betekent, je moet je netjes gedragen, parlementair. Je moet je, zoals een parlementariër hoort te spreken, moet je kanseltaal gebruiken. Je mag niet de ander beledigen en je moet laten zien wat het niveau van beschaving is. Van jou als mens. En daar schort het wat aan in Suriname. Want je hebt vogels van allerlei plumage daar in die zaal zitten. Je hebt een bronto die de staat weer wil verbinden aan de godsdienst. Die jongen. Dus ik heb al eerder in het programma erop gewezen. Al jaren geleden ben ik misschien een van die eerste. Met mij gaat het niet om of ik de eerste of de tweede ben. Maar ik ben een van de vroege verslaggevers in de Surinaamse journalistiek die heeft gewezen op een inconsistentie dat wanneer je een minder geschoold iemand, en het gaat niet om die persoon, want Suriname is alles persoonlijk. Het gaat om die constatering dat je iemand die minder bagage heeft op een positie zet waarbij je juist een aanspraak gaat maken op zijn bagage. Dus je zet die man op een post waarbij hij moet gaan demonstreren dat hij kennis en zich draagt over een aantal dingen. Dan zoek je moeilijkheden.
En dat noemen ze die inconsistentie. Het is niet consistent gedacht dat je voor een moeilijke taak de minst opgeleide daarop installeert. Dan weet je dat je op termijn een probleem gaat krijgen. Ik ben geen voorspeller. Ik ben geen, hoe zeggen ze, ik kijk niet in een glazen bol. Maar op basis van logica kan je inconsistenties zien aankomen. En dan ook inconsequente dingen. En dan moet je nog de corruptie erbij bedenken. En het primitieve stammengedrag. En dat is die etniciteit die mensen naar groepen indeelt waartoe ze worden geacht te behoren. En dan krijg je een wirwar van opvattingen. En ik heb de vorige uitzending al gegeven. Indruk gegeven dat één van die componenten die zeker aanwezig moet zijn om een goede discussie te hebben, is de kennis. Gewoon de kennis. Je moet stap sani. If you no stap sani, je no kan discussiëren over sani. Je moet stap den voorzien toch. En dat is kennis. Kennis is gewoon dat je in je levenservaring door onderwijs en door on-the-job training kennis hebt vergaard die je kan aanwenden in het debat, in de discussie met jouw medeburger. Goed, goed. Ik ga verder. Want het gaat om het Surinaamse nieuws, per slot van rekening. En ik moet u zeggen, dus, er is dus bijna gevochten, kan je zeggen, in het parlement. Deze keer heeft het niet geleid tot een vechtpartij, een ordinaire vechtpartij. Zoals dat vroeger wel het geval was. Dan kan je zeggen, we gaan een beetje vooruit. We zijn naar Kofu zomaar. De Kofu man dede of de moro. Dus, maar nu word je door de politie eruit gezet. En gaat de voorzitter demonstreren dat hij die politie de opdracht kan geven om jou uit die zaal te halen. En waar ik was eventjes afgeweken, want ik word er weer aan herinnerd dat ik dat aan het uitleggen was. Namelijk, het is zo dat het parlement in Suriname die heeft ook een zekere emancipatie ondergaan. En er zijn vogels van allerlei plumage die hebben de kans gekregen om eens een keer met die voorzittershamer of met die ondervoorzittershamer te zwaaien. En ik geef een paar voorbeelden uit de praktijk. Ook internationaal ga ik u vertellen hoe Surinamers af en toe in andere regionen zijn beland. En dan moeten ze zich van hun beste zijde laten zien. En dat is niet altijd gebeurd. Zo is het ook geweest dat op een blauwe maandag is Bova dus ook ondervoorzitter geweest van het parlement. En we hebben nu mensen uit het binnenland die meneer B. Die komt uit het binnenland, heeft een goede opleiding, een heel slimme meneer. En die komen dus met al hun hibbies, om het op zijn Surinaam te zeggen, komen ze zitten in die positie. En gaan die positie dus, en dan heb ik het over een parlementaire positie, hè, een positie in het parlement, gaan ze inkleuren zoals zij dat geleerd hebben thuis. En thuis in Suriname kan betekenen thuis in het bos, ja, in een hut, ja, tussen de wilde dieren, maar thuis kan ook betekenen in een geïsoleerde villa met zwembad, met dienstmeisjes, et cetera, van een andere etniciteit. Want daar gaat het ook om, hè? Dus dat je wat heeft men meegekregen in het omgaan met anderen? Dat gaat men etaleren, ook al heeft men een opleiding, een universitaire opleiding. Gaat men dat toch ook uiten? Men gaat het met zich meebrengen. Mijn vriend Carlo Badal, ik weet niet of hij nog leeft hoor, maar hij moet wonen in Den Haag. Die heeft een eerste poging gedaan in de wetenschap om een scriptie te schrijven over de emancipatie van Hindustanen. En wel de scholing van Hindustanen. Dus de mate waarin zij kunnen doordringen in het reguliere onderwijs in Suriname. En die kwam tot de constatering, en heb ik het over een scriptie van begin jaren 70... constateerde hij dat de Hindustaan, in algemene zin de Hindustaanse burger, niet goed aanwezig was en zeker niet proportioneel in het middelbaar, in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Er waren dus, om het gewoon in eenvoudige bewoordingen te zeggen, naarmate je naar een hoger onderwijstype gaat,
zag je minder Hindoestanen in de klas. En nog minder Hindoestaanse vrouwen. Ja, en ik heb nog meegemaakt, ik ben van de 60e jaren op de Amt, heb ik nog meegemaakt die discussie, dat de Hindoestanen toen massaal kozen om onderwijzer te worden. Alle Hindoestanen wilden meester worden, want ja, je had meester Rajmond, maar dat was een andere meester, dat was een jurist. Maar die Hindoestanen waren zo, dat als jij na 3 jaar op de kweekschool hebben gezeten, en je hebt je diploma, dan kan je gaan werken als onderwijzer. Heb je al een flink salaris. En vroeger was dus als je van de middelbare, als je van de MULO kwam, van het MULO moet ik zeggen, het middelbaar of lager onderwijs, dan had je, kreeg je 75 Surinaamse gulden in de maand. Dat was het salaris. Dat heb ik onthouden, 75. Ja, dat kreeg je en niet meer. En naarmate je meer onderwijs had genoten, werd je salaris hoger. Maar een onderwijzer begon met meer dan 75. Dat wisten alle Hindoestanen. Want die Hindoestanen, en ik zeg het niet om raciale redenen. Want ik verontschuldig me niet, want er heeft een aantal luisteraars hebben mij opgemerkt. Van ja, Luti, je hoeft je niet te verontschuldigen dat ik de waarheid. Maar ik doe het toch wel even af en toe. Omdat mensen toch anders luisteren. Dus ik zeg alleen dus dit. Dat de discussie die ik als kleine jongen, als opkomende puber, heb meegemaakt nog, is dat ik met mijn vrienden daarover sprak. Want ik moest die keuze ook maken. Van ga ik naar de AMS of ga ik naar de kweekschool? En toen was er een discriminatie hoor. Ik ga je zeggen, die dit op AMS, dan was je op elite school en kon je borst voor een plaats, want je was universitair, weet je. Je kreeg ook die achting, die waardering. En die jongens van de kweekschool leden eronder, maar hadden weer een betere praktische opstelling, dat ze beter met mensen met elkaar konden omgaan. En het waren geen elitaire jongens. Dus, maar ze wisten allemaal wat ze zouden gaan verdienen. Ze wisten na 2-3 jaar onderwijs, hebben ze een salaris dat hoger ligt dan van het MULO. Van het MULO onderwijs. Dus, en zo is dat ingegroeid in Suriname. En wat ik wil zeggen is dus dat je hebt behalve dus de opleiding die je nodig hebt, de kennis, gaat ook meetellen hoe je bent opgevoed. Ja, en dat zijn dus die mensen, dat zijn Hindoestanen en Javanen over een groot deel, maar bij Javanen geldt het minder, die zijn religieus opgevoed. Dus ze zijn in een strenge religieuze setting. Hebben ze moeten meedoen met wat de pandiet en de molvi aan hun leerden. En dat was een beetje losser bij die christenen. Daar had je wel de strengheid van de Rooms-Katholieken. Want ik ben op Rooms-Katholieke scholen geweest. Maar die Rooms-Katholieken waren een beetje elitair. Je mocht niet alles leren. Dus dat waren ze wilden voor jou voorselecteren. Dat is het verschil tussen Lomsunang en Anitri. Die Anitri mensen van de EBG, en dat is het grootste gedeelte van de Creoolse burgerij van Suriname, de Afrikaans gerelateerde Surinamers, die zijn veelal meer naar de EBG uitgeweken. En een kleiner deel is Rooms-Katholiek geworden. En dat verschil zo'n beetje, ik zeg het heel globaal hoor, om u alleen erop te wijzen dat die dingen een rol speelden. En als u het precies wil weten, dan moet u maar onderzoek doen. En die boeken lezen die dat hebben bestudeerd, dat zijn er een aantal hoor. Een van mijn vrienden, die inmiddels is overleden, is Joop Vernooy, een theoloog. Die in Suriname voor de redemptoristen veel onderzoekswerk heeft gedaan. Hij heeft het katholicisme in Suriname bestudeerd. En die kan je hierover, kan hij heel mooi en interessant praten. Hij heeft zijn nalatenschap van zijn artikelen, van alles wat hij heeft bestudeerd in Suriname, heeft hij aan mij persoonlijk geschonken. Ik heb het thuis in mijn archieven. Ja, en ik ga er nog steeds naar voren komen om te kijken of we daaruit een boek kunnen maken van Surinaamse theologie. Dus hij is als klericus, als een theoloog, is die studie gaan doen naar die verschillende godsdiensten in Suriname. En hoe die zich met elkaar verhouden. En die heeft me deze dingen verteld. En ik heb zijn
wetenschappelijke referaten heb ik gelezen. En dan komt hij tot de ontdekking dat dat leidt tot een ander type burger. Als je hindoe bent, of als je een EBG'er bent, of een katholiek. Dan wil dat iets zeggen. En dat is, geldt ook voor de Hindustanen onderling. En dan stop ik met deze uitweiding. Maar dit heb ik gedaan om aan te geven hoe moeilijk het is om het hele Surinaamse veld goed te bestuderen. En want het komt van pas wanneer je conclusies moet gaan trekken. Als je bepaalde verschijnselen ziet in Suriname, moet je conclusie trekken. En ik heb dat allemaal persoonlijk meegemaakt. En daarom kan ik erover praten. Dat op een gegeven moment... Ik ga u een heel praktisch voorbeeld geven. Ik moest naar school gaan van mijn ouders met gesneden brood van Fernandes. Ja, volgens mij was het ook nog Fernandes in die tijd. Of ik weet niet of het bakkerijtje dat die was. Maar goed, dan noemden wij het in Suriname een busbrood. Dus je hebt een busbrood en dan kan je het snijden. Tot nu toe heb je het systeem in Europa. En dat was ook in Suriname. En dan was het heel modern. Als jij twee sneetjes brood van de binnenkant van met wat boter. En dan was het Weismanboter in mijn tijd. Weesgielen, lekkere zouten, Weismanboter, lekkere smaak had het. En dan zet je beleg, jam of pindakaas of ik zeg maar wat, of ham. Dus de rijkere mensen konden vlees zich permitteren. En dan moest je dat sneetje op elkaar zetten, dat noemen de Nederlanders boterham. Ik leg dat ding uit omdat een heleboel Surinamers begrijpen niet dat, of Nederlanders begrijpen dat niet, moet ik zeggen, dat in Suriname dat begrip boterham, hij zei, als je nou man in het binnenland zegt, moet u een boterham hebben, dan zegt die man dat je boter aan hem gaat geven en ham. Maar een boterham is zo'n belegd brood met twee sneetjes, hè. En dan werd die schuin gesneden. En dan werd die in een trommel gedaan, een aluminium trommel. Ja, en dan bracht je dat als jongen naar school. Maar niet iedereen kon dat betalen. Dus armere mensen, die gaven die kinderen geen trommel naar school. Ik heb Hindustaanse vrienden gekend op school. Die man kreeg geld, hij kreeg 1,50 of 50 cent. Kreeg hij om een broodje te kopen onderweg of een bol. En dan kan ik u precies zeggen, wat ze gaan kopen, die struisbollen en die hele zoete dingen, die mieren zoete dingen. Dat kochten die Hindustaanse vrienden van me. En dat deden we ruil, Dus die mannen keken naar mij, schuin gesneden, boterham. Dus dan met Jamawa Afu, dat geeft dan, ik kan me niet herinneren, ik een hele goede vriend van me, Bagwandas. Die bracht 's morgens vroeg een warme roti voor me. Jongen, ik voelde me koning te rijk. Een warme roti vroegsmorgens. Had zijn moeder voor hem gebakken. En dan kreeg hij van mij een boterham. Weet je, en zo wisselde. En ik ken me nog de mevrouw die broodjes verkocht op de Paulusschool onder die trap. Later ben ik me gaan beseffen dat het een zeer onhygiënische plek was. Die de vaders hadden uitgekozen waar het brood werd verkocht. Voor die leerlingen onder de trap. Je weet, als je op een trap loopt, er waren houten trappen, dan komt alle stof komt op die broeder terecht. En daar had Bolly, had ze van de praters toestemming gekregen om in de pauze een beperkte hoeveelheid broeder te verkopen aan die leerlingen. En daar kon je al die verschillen zien. Dus daarom geef ik dit voorbeeld, dat mensen zich nog kunnen herinneren. Dat was die situatie op school. Dus je kon al aan het gedrag op school zien wie wat was en wat jouw achtergronden waren. En ik geef nog een laatste voorbeeld. Ik weet dat die middenklasse in Suriname. En vooral die Creolen die iets bereikt hadden. En ik behoorde tot die middenklasse. En dan werden die ouders extra streng. Extra streng. Want mijn vader het werkte als een rode lap op een stier, zeg men. Als mijn vader mij zag met een cola in mijn hand, in mijn ene hand, en een belegbroodje in de andere hand, op hoek van de straat, in een broodhappen. Dat was voor hem het prototype onbeschofte straatgedrag. Want je behoort met een sneetje brood lekker aan een tafel te zitten, en met twee handen je brood vasthouden, en allerlei mooie
tafelvoorschriften. Maar ja, als jongeman heb je denkt er niet aan die dingen. Dus, maar je werd wel daarvoor ingedeeld in de maatschappij. En daarom viel het me op dat president Santokhi met een uitspraak kwam. Dat zei, ik ga even nog een sprong maken. Die alles met dit wat ik nou aan het uitleggen ben te maken heeft. Namelijk, de Santokhi, waarvan men weet dat hij een racistisch beleid voert voor een kleine groep racistische Hindustanen in de VHP. Ik zeg die dingen duidelijk om het aan te duiden. Niet om mensen op te hitsen. Ik zeg wat ik om me heen hoor en zie van het beleid van family and friends in Suriname. Dat op alle belangrijke posten zitten nu in de Stanen in Suriname. En men wil het niet zeggen. Men zit te fluisteren. Ja. Jongen, de coulis. Maar ik zeg nee, je hoeft het niet zo denigrerend uit te drukken. Je mag gerust zeggen wat je ziet. Zodra er belangrijke functies zijn, kan je kijken, bam, en er staan. Ga je naar een week, en die week ziet er redelijk uit, dan is het aantal kriolen in die week minder. Ga je naar een week waar het vuil niet wordt opgehaald, en dat is nou typisch, dat de minister van OWNV, ja, meneer Noor Mohamed, heeft in met name de Creoolse weken. En je kent die weken Latour, Para, die zegt Para is het vuil, maanden niet opgehaald, weken niet. En dan praat men over privatiseren. Wel, als ze beginnen te privatiseren. Want dat moet ik u brengen als nieuws, dat de regering vindt dat die parastatale bedrijven, de bedrijven die gelinkt zijn aan die overheid, dat hij ze gaat afstoten naar de particulieren. En als u ziet hoe weinig compassie de particulieren uit bepaalde etnische groepen hebben met het publieke domein. En ik geef maar een voorbeeld. Ik heb gewoon in mijn leven heb ik dat ding meegemaakt. Ik heb veel Hindustanse vrienden en die zijn het mee eens. Als ik naar die Keri ging, is het eerste wat me opviel, is dat het hele mooie ontwikkelde rijstvelden waren. Dat is mooi om te zien. En dan had je een idee van hoe Nederland eruit ziet. Dat hebben de Hindustanen heel mooi gedaan in de Keri. En dan zie je in die huizen van die boeren die werken in die rijstvelden, zie je hele dure combines. Dat zijn rijstmachines om te oosten en te ploegen. Die machines die kosten niet 2 cent. Ja, die zie je onder die man hebben een hoge neutengebouw, zeggen we in Suriname. Een gebouw op neuten en daaronder parkeren ze hun combine. En het waren hele dure apparaten. Maar als je die wegen zag in die Keri, met grote gaten. Als je die goten zag, iedereen dumpte ze als. Het was gewoon een regel. Even jouw sorry, je dumpt een blik of even van Batrana, je dumpt in een gotro. Dus die goten lagen vol garbage, vol rommel. En het is iets minder geworden, maar de Keri moet nog veel aan doen. Maar het komt er gewoon op neer. Er werd geen acht genomen op met publieke. De publieke ruimte werd echt heel stiefmoederlijk behandeld. En daardoor zag de stad er niet uit tot heel laat in de geschiedenis. Pas nu is het een beetje veranderd, want ik ben geweest in de Keri. De zeedijk is allemaal heel mooi en ze hebben het aangepakt. Maar tot heel ver in de, op het einde van de vorige eeuw was zeedijk een afdakje waar je kon gaan vrijen. In de punt van Suriname, de westpunt van Suriname, was een heel leuk uitzicht dat je daar. En het was een kibirioekoe, zou men in Suriname zeggen. Hè. Dus je ziet ook die markt, zo'n goed ontwikkeld district, brengt heel veel geld op. Maar dan moet je gaan kijken bij die markt, achter de markt van die Keri, dus tegen die Keri 4 aan. Waren die situaties minstens even erg als in Paramaribo, achter de markt. Dus daar zie je dan dat de wens om rommel op te ruimen, om er niet tegenaan te kunnen kijken, dat was er niet. Men voelde het niet aan van, nou wordt het te gortig, alles ligt op de grond. Je struikelt over bananenschillen en alles. En je is van visstank, van rotte vis die op de grond ligt. Dus
dat zijn dingen die langzaam tot ontwikkeling komen. En nu kom ik terug op wat meneer Santokhi, de president, pas geleden heeft gezegd. Hij heeft gezegd, hij wil de term, dus hij gaat zich nou, want het was oktober, heeft hij dat gezegd, op 10 oktober, vieren de Marrons hun internationale Marrondag. En dan herdenken ze een overeenkomst die ze met het kolonialisme zijn aangegaan in 1760. En Santokhi vond, hij moet iets zeggen. Dan zegt hij het volgende. Hij wil die term binnenlandbewoner afschaffen in Suriname. En dan, toen ik dat ding las in de Surinaamse pers, en iedereen schrijft het over. Hè? Ja, de president wil het binnenland niet meer het binnenland noemen. Hij wil een andere term zoeken, want hij vindt binnenland herinnert hem aan achterstanden. Dus hij wil binnenland afschaffen. En hij vindt dat, want hij moest iets zeggen ter gelegenheid van Marrondag. En hij zei dat de kolonisator, en dan praten we over 1760, hè, was de slavernij in volle gang. Dus de president van Suriname gaat zich bemoeien met de geschiedenis van de Marrons. En zegt hij het volgende. Dat het koloniale bestuur, dat zijn die witte Nederlanders die kolonialisme bedrijven. En in de slavernij hadden de slaven geen enkel recht. Hè? Dus dat is het kenmerk van slavernij. Dat de ontmenselijking, dat je met een mens mag doen wat je wil als gereedschap, dat is de slavernij. En dan zegt de president van ons dat hij erkenning geeft aan die kolonisator van toen, dat hij door het contract met de Marrons blijk heeft gegeven van de menselijke waardigheid te erkennen. Maar staat ook gezegd, dus het contract dat in 1760 met de Marrons is aangegaan, waarom die Marrons nu Marrondag willen vieren, dat het is dat de Nederlandse kolonisator menselijkheid heeft getoond door het een en ander met die Marrons te willen regelen. Ik dacht, joh, hey, shoot me erop, man. Deze rommel, deze onzin. Weet u waarom? Omdat mijn voorouders zonder enig recht naar Suriname zijn gedeporteerd en hun familieleden, hoofden en handen zijn afgehakt. En dan komt iemand vandaag de dag zeggen, er is die man de leider van Suriname, komt zeggen dat die omstandigheden, dat daar binnen die Nederlander er door de contracten aan te gaan met die Marrons, erkende dat ze mensen waren. Terwijl dat is de kern, dat die hele slavernij tot en met 1863 formeel de slaaf geen mens was. Dat is de essentie. En dan zeg ik dan, ja, als je dat leert, hè, wat blijft er dan over op het eind? We zitten met verwarde burgers, man. Die heel veel onzin elkaar napraten. En dan, ik ben nog niet klaar met Santokhi, hoor. En dan zegt hij, ja, binnenland betekent achterstand. Achterstand, wie maakt die achterstand? En dan zegt hij, de Marrongemeenschap wil hij betrekken bij de besluitvorming. Oh, wat mooi, hè? Hij wil de Marrongemeenschap betrekken bij de besluitvorming. Santokhi wil dat Marinus B. als voorzitter van de assemblee ook mee Popje Pato mag spelen, wat ik de vorige keer uitlegde. Die mag ook mee staartje spelen, hè? Stef Blok noemde het in Nederland Failed State. Ja, en dan zitten ze daar in het parlement, een parlement na te doen. En daar wil ik op komen. En dan gaat er een parlementslid die zegt een aantal dingen luid, et cetera. En dan wordt die beantwoord. En daar gaat het om. Nu kom ik op het punt van die opvoeding van alle Surinamers. Ik spreek nu alle Surinamers aan. En dan worden alle Surinamers dominee, hè. Ze weten allemaal hoe het moet. Maar ze weten je heel goed te beledigen. Dus want daar maar op Trobinaan, joh. Dus je moet maar de sociale media lezen. Dan ga je zien hoe vrouwen en mannen elkaar neersabelen. Dan weten ze dat heel goed. Maar het gebeurt ook in het parlement. En dat wil ik uitleggen nu. Dus wanneer een meneer Sharda heet die man, hè? Of Sharman, die voorzitter. Wanneer die man, is overigens een heel goede parlementariër, hoor. Maar wanneer hij dingen zegt, moet hij rekening houden dat hij dat zegt namens VAP. En dan kan hij dingen zeggen die de niet-Hindoestaan kwetsen.
En dat is, dat doen ze in de taal. Ik heb taalkunde gestudeerd ook. Dus ik weet dat daar, dat vond ik interessant. Dat men zegt in het Nederlands tussen de regels door. Je kan dingen zeggen tegen iemand, maar dan moet hij tussen de regels door voelen wat je bedoelt. Maar wij hebben niet die cultuur dat je met een stalen gezicht kijkt en lacht en lacht. Terwijl je iets hatelijks tegen iemand zegt. Ik ga je morgen vermoorden. En dan lach je naar iemand zo heel lief. En dat noemen ze in Nederland het Calvinisme. Hè? Het Calvinisme leert je dat je moet takvallig netjes terwijl je die man aan het oplichten bent. Maar de Afrikaanse cultuur heeft die attitude niet. Dus daar, een Afrikaan is boos, daar is hij boos. En van mijn lobby, maar ik kom brassen, joh. Dus het, ze hebben meer een offert gedrag. En dan zie je dat wij in Suriname dus niet met die overgenomen Europese regels kunnen we niet mee omgaan. En daar wordt er gevochten. Dat is mijn uitleg waarom er gekwarreld wordt en een beetje buiten de regels gehandeld wordt in het parlement. Want het parlement is voor mij een weerspiegeling van wie je werkelijk bent. Want meneer Nesbee kan heel rustig zitten, maar wanneer hij Brunswijk meer spreektijd geeft en instemmend zit te knikken wanneer Brunswijk praat of iemand van zijn stam, ja, dan zien de mensen dat en die anderen voelen dat. En wanneer een niet-NDP'er aan het woord is, terwijl nu de VAP de macht heeft, dan gaan ze laten merken dat je moest een toppie moffen. En de VAP heeft gelijk. De NDP moet een beetje minder met Brad Kati van zijn moffen praten. Omdat zij 10 jaren officieel dus aan de macht zijn geweest. En de kans hebben gehad alles ook te regelen zoals ze dat wilden. En dat niet hebben gedaan. En ik zal maar niet zeggen wat ze nou wel hebben gedaan. Maar dus die dingen weet heel alle Surinamers weten dat. En die spelen een rol in die discussies in het parlement, dat ze elkaar beledigen, terwijl ze de andere kant op kijken of buiten de microfoon dingen zeggen, zoals Marinus B. even zegt, Juna vriendje. En vriendje betekent in Suriname, je bent een slappeling. Het wordt zelfs geassocieerd met homofilie, voor de mensen die niet gendergelijk denken. Die betekenis heeft het ook. Dus het komt erop neer dat die dingen zijn gezegd buiten de microfoon. En dan gaat de camera gaat op de man die het heeft gehoord en dan reageert. En dan zie je een opstandige parlementariër. Zie je dan. En ik verdedig niemand hoor. Ik probeer te verklaren wat ik zie. Dat soms mensen van wie je denkt van nou, toch een fatsoenlijke man. Die gaat echt niet ruwe dingen zeggen. Maar die man kan wel kwetsende dingen zeggen. En dan ga ik eindigen met wat ik heb willen uitdrukken. Dat heeft Willem Oltmans een keer geleerd. Willem Oltmans is een bekende Nederlands journalist die nu al overleden is. En Oltmans zei tegen me, toen ik met hem sprak, was goed bevriend met hem. Hij zegt, Ludwig, luister nou. Als jij je grootmoeder doodsteekt met een mes, dan ben je een moordenaar. En dan kijkt iedereen neer op je, want je mag mensen niet doden. En word je verafschuwd. De politie zet je in de boeien. En dan mag je onder politiebewaking komen kijken naar het lijk. Bij het mortuarium. En daarna gooien ze in de gevangenis. Want je nou een tankroeman. Die tjero libisma. Punt. Uit. Maar wat zegt Oltmans? Maar wanneer je je grootmoeder dood treitert. Als je er treitert. Ma, oma, je hebt geen tanden. Weet je, dat oma kies een hartaanval. Dat oma deed. Dan kan je komen huilen op oma's begraafplaats. Je gaat naar Dede Ozo. Je krijgt zelfs bojo. Je krijgt een stuk bojo van de familie. Omdat men die geestelijke treitering niet erkent. En vooral mensen die niet geschoold zijn, die begrijpen dat ook niet. Dat ik een chier was, maar dan aan je woord toe, dan aan je mofo. Je kan beledigen, om man. Je wakker zei, maar je takkelijk. Als je kon adoren, zei je ook. Dus dat, als je dat zegt, maar alleen die persoon heeft het gehoord. En die persoon wordt bang. Dus er zijn dingen die gebeuren tussen mensen. Die mensen alleen begrijpen aan wie dat ding gericht is. En daarvan kan je doodgaan. En dat heeft Oltmans me geleerd. Die Oltmans zegt dus, wanneer je grootmoeder doodtreitert en ze gaat dood, dan mag je op de begrafenis gaan.
Dan ga je naar Singinity. Je kunt Nyami, Moxalisi en allerlei lekkernijtjes. En wanneer je het hebt gedaan met een mes, in het openbaar, in een woede vlaag, dan ben je een moordenaar. Maar goed, ik steven af op het einde. Want ik had deze keer had ik iets minder tijd. Maar er valt zoveel te behandelen. En ik moet u zeggen, ik ben ook een beetje in de griep geraakt van de Amerikaanse verkiezingen. En dat heeft mijn hele dagritme. En ik ben niet de enige hoor, want ik heb vele vrienden van me gebeld en zo. Ze zijn allemaal een beetje ontregeld. Iedereen die volgt wat er in Amerika gebeurt. En daar heb ik begrip voor. En ik hoop dat u daar ook begrip voor hebt. Dat ik niet al te veel nieuws heb kunnen behandelen. Maar ook, moet ik u zeggen, gebeurt er ook niet al te veel. Dus want soms wil men dingen horen die niet gebeuren. En aan de andere kant gebeuren er dingen die een enorme tijd vergen om uit te leggen wat er allemaal misgegaan is. En een van de belangrijkste nieuwtjes van de laatste dagen in Suriname is dat de regering wil gaan privatiseren. Dat wil zeggen, wil die parastatale bedrijven in privéhanden brengen. En als u nu al ziet, nu de regering geacht wordt het algemeen beleid te maken in het publieke domein, en dan zie je dat er geen vuil wordt opgehaald, waterleiding heeft een te lage druk, je kan kiezen tussen. Dat heb ik allemaal meegemaakt hier hoor. Je kan bij de overheid een watertank mee bestellen om je Duro-tank te vullen. Dan betaal je voor die watertank 200 SRD. En om een gewone Duro-tank te vullen. En als je het particulier bestelt, betaal je 6000. Dat is het verschil tussen wanneer de overheid iets regelt voor je en wanneer dat ding geprivatiseerd gaat worden en je water van een particulier moet halen. Dus het is nu al zo het geval dat als ik mijn Duro-tank laat vullen door de SWM, kost die 200 SRD. En laat ik hem vullen door een particulier, dan kost het je 6000. Nee, sorry, 2000. 2000, dat is 10 maal zoveel. Maar goed, dus dat is de harde realiteit in Suriname. Inconsistenties. En mevrouw voor Economische Zaken en Handelszaken, Kuldeep Singh, die staat onder druk. Net als een tijd geleden Brunto onder druk begon te staan. Brunto die speelt op dit moment een soort leider van de vorige eeuw. Een jonge fan die met alleen maar oude ideeën en rommel in zijn hoofd hier in Suriname een aantal javanen bezighoudt. En jammer dat die mensen hun tijd verliezen met die jongen. En zo'n hard jongen wil nog steeds komen uitleggen wat er aan de hand is in de politiek. We lijken niet vooruit te gaan. Het Surinaamse schip van de politiek blijkt vast te zijn gelopen op een zandbank. Maar daarover ga ik u de volgende keer meer vertellen. En ik had een hele lijst klaarstaan van nieuwe boeken die komen. Dus dat heeft u voor de volgende keer te goed. Want ik zie werkelijk dat we gaan naar het einde van mijn uurtje. En dat was het dan voor deze keer, moet ik zeggen. Dit was Lutu van Milieu voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. En de volgende keer is aanstaande zondagnacht. Dus zondag op maandag. Ja, het einde van week 45. Odi. Ludwig, bedankt. En inderdaad, tot de volgende keer. Oké, Iwan, dat was het. Ja.